Ja? We gaan het zien. Even goed schuilen. Kun je het ook weer terug of niet? Nee, nog niet. Dan wacht ik even. Ik ben benieuwd wat er in mijn kerstpakket zit, man. Mijn baas had het wel over een fles bier. Goed. Oh, die gaat ook wel in. Die wil ik hebben. Nee, krijg jij niet. Had ik maar een kerstpakket, dan bleef je aan de bonus gekregen. Tisha. Ja? Wil je even die gegevens bazen van DS? Oh, kut. Ja, dan moet ik dat doen. Komt goed. Kunt u die hartstikke, dan stuurt dat even door. Ja. Ik draai even mijn peukje af, hoor. Ja, stuur maar gelijk door naar Kisman anders. Yo. Ik ben er. Yep. Kom er zo aan, hoor. Ik moet even wat... Ja, is goed. Ik moet even dat spulletje van Teamspeak naar Stefan sturen. Ja, heeft hij toestemming voor mij voor gehad, Gunther? Ja. En ik heb gezegd dat hij zich moet gedragen. Geen boeren, geen scheet, maar dan gaat hij het staf ook in. Dan zetten we die wel naar het uit- mannenkamertje. Ja. Hij is toch een beetje homo, dus God, dan moeten we keuze gaan maken. Mm-hmm. Nou, wat is jullie smaak? Voor? Zit dan bij die bovenste, die Aprochverhiegel. Wat zullen we doen, die onderzeeën? Ook die smaak. Oké. De tweede. West Beach, not dock. West Beach. Now, crucial question. How do you get inside the compound? Of course, if you find the right... Ach, vent, lul niet zo. Schiet gewoon op, man. Now, as long as you are alive, how will you leave? Which escape? S-trip. Ja, die wil ik hebben. Time of day can make all the difference to another... Dag of nacht, wat is makkelijker? Ja, ik denk nacht. Als ze dan minder zien, denk ik. Ja. Dat is waar. Wij hebben het gedaan in de nacht. Oh, ja. Helikopter backup. Ja, die kan alleen jij bellen, Richard. Ja. Ja, die kunnen wij niet. Dus dat is niet goed dan. Ja, inderdaad. Hier dan, je weet het, dat deelschalen. Ja. Gaan we nog verder? Ja, rechts, normaal. Ja man, die laden moet ook ready. Ah ja. Wat ready doen, dat gaat heel goed. En dat is normaal dat je niet terug gaat naar rechts van onder in dat hoekje. Ja. Ja, er staat bij mij ook hier, hè? Die aan, uit, aan, uit. Ja, dat is die laden. Ik ben klaar. Waarom kan ik niet op container drukken? Prachtige. Ah. Dit ook nog allemaal gaan doen. Allee joh. Nog 20 seconden. So we go. Ja, hè. Headset as always. Good luck, Captain. Welke sexy kleding gaan we aan doen? Ja, ik ga deze aan doen. Oké. Die lader moet natuurlijk weer met zijn blote body. Kieran dan ook. Gespierde spijker. Zij taat dus mij op.
Ja, ik heb borsthaar. Buiten zit onder de tattoos. Oh ja. Ach, hebben we hem ook weer. Dan wil je dat filmpje bekijken. Ja. Kan hem skippen dus blijkbaar. Oeh, nice. Succes, mannen. Dank u. Oh, nee, dank. Ja, dit is wel nodig. We zien wel hoe ver we komen. Wie vliegt er? Ik niet. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik ook. Ik denk plank. Nou, dat hoop ik niet voor jullie. Plank Airlines, nou tot en wanneer. Help! Pak het parachute. Jump on the plane, oh god. Oh jee. Ja. Ik wil nu parachute weer open naar de bakje. Met A kiezen. Gelijk al een camera. Ah, cool. Oh, ik heb er met twee wapens. Nice. Hoi! 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 Ook die mensen neerschieten? Nee, nee. Dit was mooi naar ons niet zien, hè? Nee, we moeten proberen te. We staan hier op pak. Ik kom naar jullie toe. Gaan we daar nu langs lopen? Hoe is het met Kiesman? Goed. Mooi. Ik kom mezelf dubbel bij jou volgens mij, klopt dat? Dat weet ik niet. Oh. Ook wel, ja. Tenminste, zo net wel even, nu niet meer, maar... Volgens mij als het deze gast is hier neerschiet, want er zijn drie mensen, en als iedereen netje neerschiet, kun je die auto pakken. Dan kun je erin rijden. Nee, want heel eiland met veel camera's aan. Maar, dan ga je een heel eiland aflopen. Kijk, nou, ik kom mezelf dubbel. We hebben toch tijd genoeg. Kiesman? Ja? Doe eens even wat aan je geluid, mijn jongen. Ja, over de headset heen zetten. Ik pak deze. Hoppa. Zo, dat is één ding wat op is. Ik pak die auto en ik rij gewoon achterlangs via het bij het hoeken. Ja. Ja. Hier staat er ook in. Pardon. Dat krijg je nu trouwens als je dit gehaald hebt. Dat weet ik niet. Kijk die bier. Ja, je krijgt een setting en zo. Kijk uit daar. Dat is een bedrijf. Die zijn echt al wel hier. Ja. Wat voor, ik kom jezelf nog dubbel, hè? Heer, maar. Ja. Lukt het? Ja. Dat we zelf terug worden bij jou. Ja. Ja, dat is een boom, die Lano. Inderdaad. Hoppa. Echt lekker. Nee, ik raak er niet op aan deze. Kijk hoor, het zijn er 1, 2. Ja. Ik heb maar naar dat puntje gaan en dan even zwemmen en kijken of daar een auto staat. Ja, zo. Oké. Okay. Kijk wel even voor die camera's, hè?
Ik krijg. Hey Kiesman. Ja? Heb jij ons over de boxen of zo? Nee. Nou, ik weet niet bij wie het werk komt, maar ik hoor mezelf echt 100 maal dubbel. Dat zeg ik niet. Daar ga ik niet door, in die lanen. Ah. Ik ga hier sowieso de heuvel hoor. Laat ik het weg. Maak hem op de pannen. Kom bij iemand weg. Dat is achter die idee. Daar ga ik niet door, maar met de deur open in principe. Stot in je tanden daar. Dat gaat niet lopen. Nee. Eenmaal voor ik de messen bouw. Joep. Ik hoor een beetje bij jullie. Ja, dat komt wel bij Stefan weg. Dat ook een van de zitten. Ja, dat is een beetje niet. Ja, dat nog niet. Ah, ik heb last. Kut geluid is dat. Ik had graag over jou links. Als je even naar rechts kijkt, ga ik langs. Dan kunnen we niet zo goed gaan of sleutel of zo. Niet rechts, dan wil je iets anders doen. Ik ga te voet. Nou, ik denk dat het best is. Kijk even wie reken, want dan gaat het water terecht kunnen bedenken. Klopt. Ja, maar dat zou ik niet doen. Want dan raak ik er dan niet meer op. Nee? Nee? We hebben toen het alle veilig. Voorbij gezwommen. Dat zou nog zien. Ik zou niet langs daar gaan, want dan raak ik er niet meer op. Oh, er is iemand gespot. Wie is er gespot? Ik weet niet. Ik zou het niet weten. Dat is echt gespot. Dan worden schieten. Ja. Helaas wel. Nou, dan wordt weer teruglopen. Toe. Doe nou jongen, godsamme, kut eiland. Nu kunnen we wel met die auto weer. Nou ga ik gewoon vol crossen jongen. Ja. Jas. Kutstuik. Oh, lekker. Oh, auw. Lekker band. Ze schieten graag, zo te zien. Ja, ze hebben er zin in. Maar dat kunnen wij ook wel. Pas de motor af. Goedemorgen. Morgen. Bam! ik weet niet of jij het zag, maar bij mij vloog die meters over die auto heen. Dat klopt. Die zegt het niet meer. Oh joh. We hebben een boel hier af. Zoals u zei, kunnen we een boel hier een beetje naar. Ken er hier? Wait for the leader to confirm the route. Hier aan. Ja, dat valt wel. Oeh joh. Maar nou. Oeh. Gelukkig nieuwjaar! 1, 2. Doet lang. 1. Wat? Ik ben. Ja, oh, wel opzet de mannetjes, want hier lopen 1 of 2 juggernauts ook rond. Hè. Mm-hmm. Oh. Oh. Dus er liep er 1. We zitten mee daar. Gaan we naar. Oh, dat doet nog niet eens alle wapens. Nee, dat gaat niet.
Oh, verzeker, wat is hier daar? Ja, zet het. Ging ze met de braaf. Ja, pas op, want dat beestje lukt ook rond, hè. Maar die kan je doodschieten, toch? Laten we hopen. Ik ben er nog niet tegengekomen. Poes, 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 poes. Dat zal één keer gaan. Ik ben er trouwens ook één aan het opnemen voor op YouTube. Dat is een zuur nou in ieder geval. Waar? Het lengst normaal. Afrot, gewoon afrot. Ik heb hier ook een key. Oh niet. If you find a locked door, someone will have the key. In fact, you probably killed them already. Oeps. Ook. Met een aantal. Domme. Oh nee, serieus. Helemaal opnieuw. Out of lives. Ah, kak. Oh, had nog geen levens. Nee, blijkbaar niet. Hebben we nog alleen of wat? Jullie zijn met z'n drieën. Ah. Ik ben door mijn kop geknald. Kut is dat, hè? Nou. Hadden maar kut die de auto. Ja, joh. Kon een lekker vol. Oh, de kut al aan daar, jongen. Echt waar. Van de bal. Wat ik straks wel weer levend, hè, of niet? We hebben hem. Ik was ook dood, hoor, Richard. En dan hebben we het afgemaakt allemaal. Wauw, kan je een beetje toegeven? Ja. Ja, dat doe ik nou ook. Was er nog wat gezegd op Skype, Steven, verder of niet? Niet echt. Oh. Nee, want ik dacht dat ding is ook nog zou komen, hoe heet het, Jan Bamboe, maar niks meer van gehoord. Waarom blijven die allemaal komen, zeg? Ik ben ze hier een beetje aan het afmoorden. Dat is ook zo leuk, hè, Danny. Wat? Fiets Dennis bij ons door het dorp omheen en wordt hij uitgescholden voor Jan Bamboe. en dan gaat hij bij mij. Gaat hij om hulp vragen op dat ik het kan oplossen? Ik zeg, vent, hoe oud ben je? Ik zeg, los dat lekker zelf op, man. Ja, hij denkt dat ik politieagent ben. Nee, maar hoezo voor Jan Bamboe? Nou, dat is een heel leuk verhaal. Hij woonde hier vroeger achter, ook in zo'n woongroep. En dan viste hij met een bamboehengeltje. Hij viste dus vroeger met een bamboehengel. En daardoor hebben ze hem, Jan Bamboe genoemd. Ah ja. Nou, ik zie wel een en dan wordt hij kwaad. Ik zeg, jammer, je lacht het zelf uit, vriend. Als hij rondgaat, dan kan ik hem oppakken. Hij gaat erop in. Heb je hem? Ja. Jezus, dan gaan we blijven komen, hè? Ja. Wacht in. Ah, ik heb geen keycard voor deze deur. Hebben? Ik, ja. Maar we moeten maar twee zijn. Ah, shit. Nee, jullie zijn met z'n drieën, hè? Ja, maar we hebben twee keycards nodig. Oh. Dan moeten we dat doen. Twee kiekies.
Kiki. Ja. Is dat de Red Link? Ja, ik wil een nieuwe DJ naam, Benny. Ja, DJ Kiki. Oh. Nou, even die tweede kaart zoeken. Jullie zijn ook wel op elkaar ingespeeld, zie ik al niet. Ja. Anders. Nou, ik liep op een gegeven moment met Gunther mee. En Gunther gaat dat hoekje om. En ik word in één keer geraakt, donker. Ik was de weg gisteren ook kwijt hoor, daar ben. Dat blinkt er niet. Hier. Even kijken, hier moet er dus nog eentje zijn. Ja, er moet nog één keycard zijn. Oké. Okay. Hier komt nog één. En ligt die op of iets? Heb je hem herkend? Dat is een van die mannen dat je doodgiet, laat dat vallen normaal gezien. Oh. Wat ben je nog normaal? Waar zit het? Met die vingerprint. Ja, ik zal hier dat hem doen. Maar. Dat ben je bezetter dan even. Hey. Tok. Ja. Wat van dikke jongen, ik heb er in een week tijd weer heel wat vrienden bij op GTA. Ja, mooi hè? Ja, best wel leuk jongen, het oude clubje weer een beetje terug. Vind ik mooi. Moet weer een keer wat anders gaan racen, Gunther? Ja, wat hè? Nou, ik wil als dat lukt. Ah, ik geef je weer de kick aan. Ik wil als dat lukt, 12 uur lange livestream houden. Ah. Maar je moet GTA het wel toelaten. Yep. Maar ik denk dat ik meerdere spellen doe. Eurotruck multiplayer. Maar je moet er wat met die corona, hè? Ik ben of... Oh, laat maar. Ja. Hey Richard. Yo. Je moet wel eerst je band voorbij wezen. Ja. Die video staat online, dus. Ja, dat weet ik. Kijk en luister voor, hè? De. Oh, die heeft ook best wat views hoor. Lukt het een beetje, Gunther? Ja, ja. Krijg ik een reactie ook van een Nederlander. Maar die spotten even een paar keer met het woord KK. Ik denk, ja, dat ga ik niet toelaten. Donderdag. Dat is nummer 3. Hup, plat. Lekker bezig, man. En wie van jullie heeft deze al helemaal gehaald dan? Ik heb Kieran en Danny. Oh, lekker. Dus in principe nu dat als ik hem klaar heb dan... Hier bleef een seconde, dat was echt goed. 17, 95, 32. Ja, Kieran heeft hem met ons gehaald, hè Gunther? Mm-hmm. Ja. Maar niet voor zijn eigen. Nee. Dan moet hij dat zelf nog allemaal opstapten zeker. Hij heeft geen geld genoeg te worden. Oh. Ja, nou, daar zou hij mij moeten vertrouwen. Misschien kan ik met dat VIP-menu het een en ander. Doe dit dan met dat ventje doppel. Doe maar, ik ga kijken wat. We gaan met hier ook keycard insteken, want we moeten er twee zijn. Jammer dat we nog komen nu. Holy shit. Nice, ah, ik heb hem goed. Nice. What the fuck? Dat ding niet komen. Nu. Ik heb deze sport gehad. Kan de wien een beetje wagen? Anders? Ja, maak jij een beetje die lanen? Pak eens die keycard. Oh, oké, okay. Kijk. Gewoon ons even bewaken dat we hier geen binnen kunnen gaan. Dat zijn we al, hè? Jo. 3, 2, 1, ja. Lekker bezig. Ja, ja. Jongen. Die poppen, ja. Die kaart in dat ding, jongen. Plop. Ja, weet het. Echt wel. Dat is mooi voor de film, jong. Je gaat vannacht nog online.
Hier gaat niemand niet meer komen, denk ik. Nee, dat werd helemaal slecht. Hey, jongens, neem even zo'n wijnvat mee. Dat zou moeilijk gaan. Dat is wel lekker voor de oud en nieuw. Wijntje erbij. Oh. We zijn nog verder hier ook, hè. Normaal is het, dat ik hem. Ja, dat is boven dat die zijn. Ja, die is al wel. Dan moeten we boven in zo'n dingetje gaan, hè, Kieran. Hoe ga ik nou zou willen meedoen, hè? Ja. Dan moet je weer zo'n lesje. Hoe leg dat weer uit, dat lesje? Richten en op je rechtspijltje drukken. Hold this to unlock the door. Ik heb de voordeur open. Oh, donders. Wow, wow, wow. Ik heb er nog al die daar links. Zo, ah. Komt die nog. Zijn jullie nog steeds binnen? Nee. We zijn nog buiten. Wat op, die verraks. Ja, ik heb de code ook al binnen, Danny. Voor dingen? Ja. Ik moet op jullie wachten, jullie kunnen eigenlijk nou gewoon kopen. Als ze bij de voorkant. Kijk toch? Nee, ik moet bij de burger nog niet zijn. Wie is dat? Dat erbij buiten. Nee, of wat? Jazeker! Met de mannetje blijven toch wel kopen. Ik zal wel even gaan snacken, Gunther, zo. Ah. Hier aan verdekking, hè. Komt dan achter ons. Pas op. Ik vind het poortje nou terug, hier aan. Ja, wat komt er hier af? Wil je de andere kant, Sinter? Oh ja, Stefan. Ja? Er is ook weer een kerst-event gaande. Okay. Voor Eurotruck. 15 ritjes krijg je weer. Er nog één op mijn hand schieten. Skins en ja, nog wat. Natuurbare. Kan, want die Lano staat op ons aan de beurt te wachten. Lok de door. Ja, goed dan. Heel de weg naar de poort is klaar. Ja, Hunter. Ik had dan een sleutel weer opgedaan. En nu? Daar. Normaal gezien konden we nog hout en zo mee pakken, die Lano. Mm-hmm. Aangezien dat hij hier zo'n beetje blijft staan. Ah, kan geen beter. Ook nog een onderweg naar Vita. Duwe jongens, kom op. Duwe. Ik geloof dat Richard onderweg nog niet veel gevonden heeft, want daar had ik nog niet van gezien. Nee, ik liep achter jou aan en in één keer plaats. Nee, ik bedoel met scopen en zo. Nee, dat klopt. Ah, oh, dat zei ik zo net nog, voordat ik hem opstapte. Ik had veel meer moeten scopen, maar ja. Ja.
Hm? Ben je medelijden? Nee. Die kan zo achter. Ach, moet naar het vliegveld, hè? Denk ik. Kan zo achterin bij dit jeepke. Ja. Geweldig. Ja. Hier aan je weet, daar gewoon smozzer deur, hè? Mhm. Waar? Een beetje katijn, dat wacht. Ja, hier volgen. Ik zeg gewoon dat jullie dat hebben gezien. Ja, ik zie het. Nee, joh. Hebben we nog een heli? Ja. Maar ik heb dus gezien, Danny, je kan dit ook alleen doen. Ja. Volgen. Dat door hier, dan moet dat weg. Nee. Ja, naar links. Ik heb naar links moeten. Hier vind ik naar links. Nee, dat is een. En daar komt het in tot het water. Ja, maar. Nee, we gaan een beetje door, hè. Rechter. Daar ben ik terug tot aan het kruispunt en daar naar links. Hier naar links, ja. Oei. Ja, we zijn eruit geschoten. Oh shit. Ik was bijna bij het vliegveld. Oh. Oh, wat voor nut staat nog wat? Dat weet ik niet. Hij is dood. Een madras of chaos, zie. Als ik die heb, zou ik weg kunnen. Ja, je moet die nog pakken, net terug, want die zijn ook gedropt nu. Ik snap je dan helemaal alleen. Hoe moet je vuil gaan? Ja, dat is goed, ja. Dat is maar zoveel. Ja, pas op, die laan is wel een goeie ineens, hè. Ja. Dus is wel, als die doodgaat, zijn we wel alle vier weer terug, hè. Ja, dat wel. Dat wel, ja. Dus. Het is wel een verhaal, dit is ja, mooi. Ja, maar dat is omdat die madrassen vuil zijn liggen, Kira. Dat is juist, is dat beter dat dood van, hè, dat we alle vier terug zijn. Nou, dan krijg je een hele dag zo'n moeilijk uitgeschoten. Zie je, want nu heb je terug. Oh, de motor ging beter. Dan hier, alle twee dagen. Het allerlaatste filmpje moet je zien, Richard. Van? Dadelijk met die. Van die finalized. Oké. Okay. Maar ik ben het ook aan het opnemen, dus. Ik ben dood. Wat is dan met die helikopter? Dat is irritant, hè? Wat is meer dan als het dood gaat, dan zijn we terug, hè? Van 4. Je moet wel nog veel doen, je moet dat je dit steeds uitleggen. Ook nog? Dat ja, je moet de controle door hekken. Nou, ik ga nou gewoon dood dan. Dat is wel, want we zijn er natuurlijk. Ja, ik ga ze nou mogelijk dood. Ja. Ik heb ook geen snacks of iets meer. Had je zelf gewoon kapot schieten, joh. Dan duurt de helft weer, maar... Ik kan gewoon niet opgeven, Wout. Schiet me dan mijn hoofd dan, schelen. Schiet me ook dan. Schelen. Zo moeilijk, ik heb 1 HP. Wow. Echt, dat laatste streepje doet het hem ook, hè? Hier, ja, hier binnen moet die controle touwen rekken. Maar dat heeft lang geduurd.
Hij is gewoon van staal, joh, die laan ook. Die niet hoort. Oh ja, cool. Gelukkig heeft hij iemand op die start gezet. Maar ik weet één ding, het is pittig dus. Mm-hmm. Ja. Wow, nu bij hem man. Ja, maar nu zijn we wel terug met allemaal. Hallo, cool, wat doe ik? Die motor die is echt snel. Ah. Ja. Ik denk dat het beste is als twee mensen achter op de motor gaan. Of kan je niet achterop? Nee, ik ben niet achterop. Ach, dan moet ik weer in een kinderzitje zitten, hoor. Ja. Kijk haar. Maar dan kan ik wel schieten, dat scheelt. Ja, we kunnen wel met die helis bezig zijn, die landen misschien. Ja. Ja. Ik raak de hele gewoon niet door. Wat de hek? Uitstomme bonkers geven niet mee, hoor. Nee. Als je daarbij op zit, dan. Ja. Oh, ik heb gisteren wat afgeploegd tegen die bomen. Ja, dat geloof ik best. Allee, weer een paal. Kutboom. Ja. Tot nog niet, joh. Geloof ik niet. Hop, stop. Ik ben dood. Nu wel. Ik heb geen motor, ze hebben alles leuk kapot gesloten. Hoi. Hop, weer een bankje gekomen. Ja. Geef me dan een gun. Goed zo. En dan vlieg ik dichtbij me en dan heb ik weer geen gun. Hè? Slim. Is dat zo, jongen? Nee. Oh. Dus dat was het eerder gezegd. Ja. Ik hou hier wel een beetje de wacht. Dan moeten we allemaal in die toren, nee wel? Nee. Klap. Nu gaat er wel iemand bij de deur moeten. Hier gaan we zitten. Ik ben al een beetje haal daar wie dat overpakt. Hoe komt het daar binnen dan? Moet je voor dan een bommetje plaatsen. ik ben nog ook een beetje wiet aan het pakken, hoor. Kijk maar dat geld wel gaan. Daar ligt nog op die tafel ernaast. Dus er moet hier op die deur een bom komen.
Nee, bij die controleturen moet bij een van die elektriciteitskasten ingaan en dan moet je een code invoeren. Oké. Okay. Of drie lijntjes verbinden dat die code overeenkomt. Is er bij Rika? Ik. Ah, oké. Weet iemand die code een beetje uit zijn kop? Nee, dan moet je zien met die lijntjes of dat overeenkomt met getallen. Dus dat is een beetje op gevoel doet. Die cijfers die erboven staan. Ja. Bijvoorbeeld 079, ik noem maar wat. Die moet je uitvinden in die lijntjes. Oh god. Maar je hebt ook maar een bepaald aantal pogingen en... Ja, ik heb hem. Hopla. Nu de elektriciteit nog gaan uitschakelen? Dat was het. Nou, je hebt het al gedaan. Dan kunnen we in principe vertrekken, maar je ziet daar niet over land krijgen. Hoe een landingsbaan maar, je weet dat dan. Stinkers? Wie daar? Iemand liet de scheet. Ik niet hoor. Koop hier hand weer? Nee, dit is er wel lekker. Dat was Chris, man. Nee. Dat was blank. Was ik ook niet. Kom. I'm coming. Nu 200. Dat gewoon bleef lean over de vliegtuig. Daar gewoon de landingsbaan volledig af. Gelaagd leeg. Huh? Zie mij zitten dan? Ja, ik weet het. Hey! Moet op die zijkant. Gelaagd leeg, niet te voet. In het water vliegen, hè? En niet te voet. Inderdaad. En ik wil geen natpak. Nu blijven we doorgaan. Dat het ding dat mij houden kan op de rechterkant, joh. Dat denk dat moeilijk. Ja, moeilijk hè. Ik weeg ook 500 kilo tuurlijk, joh. Wie is gaan vliegen dan? Die Lano, denk ik. Ja. Oh jee. Die Lano Airlines. Klassie. Ja, weer. Oh ja, dan komt dat filmpje. Oeh. Dat is toch best wel van allemaal. Och heer, daar sta ik je. Waar staat ik hier? Hey, you made it. Hope everything went to plan. Mr. Madrazo only got back from the club a few hours ago. I probably set a new record for. Nou, hebben we dat ook maar weer gehaald. Mooi man. Ja, we're good here. Oh, kiekjes. Poor name. The survivors. Going pretty hard, huh? It's been emotional. Why don't you sit down? Kamfuurtje erbij. I just wanted to let you know that Strickler thing, the file, I did it. No, they're in my hands. Took care of it. It's done. Yes. So you know what? I was thinking that maybe you and I could sit down again and talk about that crypto deal or that condo project that I mentioned, remember? Dad? Yeah, I wasn't.
third world, you know? Test stage 2, Vietnam. Hello, test stage 3. So, where will we? Yes, Siemens, right? Yes. Okay. He's always dropping money on fashion shit, trying to play some big man. Oh, hier gooit jouw papier in op dat brand. Ja, moet je goed kijken naar de foto zo meteen. Ja. Oh god. Oh hé! Wat? Oh mijn god, zie het dan! Oh jezus. Oh, dat verbrandt wel heel mooi. Ja? Dat hebben ze mooi gedaan, ja. Waarom heb ik zilver? Ik heb ook eens niks gedaan, man. Oh joh. Oh bliksem, kijk eens even naar de trappen daar. Hier aan, wat in hem? Ja, ik snap het wel. Ja. Ik snap dat van mij helemaal niet. Geen hele tijd door. Ja, op het einde. Dan kan ik al die gasten neer. Hey, there has been an error during our session. Oh god. Hoop ik wel dat die missie geslaagd is. Niks zit in de wedstrijd. Nou, nee, kom, word het maar. Als het lukt, en de groetjes van Sandro. Nou, doen we ook even de kaasboer Sandro. En luister maar mee, kerel, hè. Ja, maat. Hij boeien heel man, een fijne plaats is weggereden. Die ding left. Ik ben geladen. Ik niet, ik kreeg een fout. Oh, en toch staat hij hier te drinken. Ja, goed. Zuiplaat. Hij is het vaak, man. Dat ging er wel in, Danny, of niet? Dat hij... Huh? Dat eten ging er wel in. Welk eten? Is het al op? Jazeker. Wat doen we? Nou, dat zei ik al, dat ging er wel in. Tuurlijk. Oh, mooi, ja. Dit keer heb ik niet gedeeld. Nee, hoeft ook niet. Ze vinden alles leuk. Nou, we draaien ook voor alles leuks, dus luister maar mee en is gedraaid, hè? Ja, en Berend Jongsma, gauw op bed, want mom, ja, dat betekent het lekkertje weer, hè? Ja. Lal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 
Oh, ik zit bij Gunther in, denk ik. Ja. Oké. Nou kan ik gewoon sowieso naar dat eiland toe, of hoe zit dat?
Nee, daar kunnen we niet naartoe. De zijde gaat het vliegveld naar de beachparty gaat naar dat icoontje. Maar ik heb straks te wachten. Ja, is goed, jongen. Morgen. Doei. Die heeft op de donder gehad. Is zo. Ik wil. Maar zie je, kom, pielen wassen. Ik ga een beetje jou hoeden met mijn ONC, joh. Kies maar nog blaas. Ik ga de rest daar zoeken, dan heb je die foto hebt gestuurd. Ah ja. Oebeleplop, wat is dat nou weer van naam? Hé, dat is een nieuw bijnaam voor Daddy, Oebeleplop. Wat? Nee, niks. Hoe zei je dat? Nou, dat zeiden ze net op de radio, Oebeleplop. Oké. Bijna voor plank. Oebeleplop. Hoe kan je nou duiken met die duikboot? Ruisje. Oh ja. Maar je ziet alleen je ziet geen flikker. Maar wel als je first person doet. Nee, dat zag ik ook geen flikker. Volgens mij heeft Richard favoriet gestuurd. Hun? Volgens mij heeft Richard favoriet gestuurd naar de... Ja, klap. Ze noemen mij Golden Henky. Ik zei, ben ik niet. Godverdikke. Als ik niet mag, stukje. Als ze straks live in de studio doen, dan bel ik ze even op. Alweer? Ja. Beste Bill, jij bent te lang. Beste Bill, jij bent te lang voor de boning. Moeilijke tijd, daar heb ik ook last van. Ik mag niet naar school. Ik ga naar Danny op bezoek. Papa Kiesman, dat is geen te laat. Hey joh,
Hihi. Hela. Gelijk EO. Hey Kiesman. Hoe is het met de kippen? Hoef ik die allemaal gevlammen op mijn zak? Ik dacht dat je ze naar Teddy had gestuurd, maar die staat volgens mij aan de kip, of niet? Het was kip, het was zwerf en het was chasseling. Ja, nou, Kies maar heeft die kip omgelegd. Dat wordt een goede kip, hoor, want die andere kip had hem kazet. Daarom smaakt het zo raar. Ze hebben aan een zak gefrimmeld. Jezus. Maar man, bedankt voor het helpen, maar ik kunt al. Ja, en die Lano. Jojo. Hartstikke mooi. Zijn we ook maar weer doorheen. Ja, graag gedaan hè. Ja. Factuur komt wel, zegt hij dan. Ja. Komt haar. Oh, donders. Komt haar? Nou. Aan het vet.